Nog een ding. Het ministerie heeft aangekondigd het roken in penitentiaire instellingen te gaan verbieden. De komende 12 maanden zal dat gefaseerd worden ingevoerd. De bankert begint daarmee vandaag. Jongen. Is er een probleem? Nou ja, de vrouwen zijn al zo gespannen. Ze mogen bijna geen tv kijken, een bezoek krijgen ze amper. En als we nu ook nog die sigaretten gaan afblazen... Het is beleid van de regering. Wil je dat negeren? Ze vraagt om moeilijkheden, echt. Jij bent aangenomen om te zorgen dat er niks gebeurt. Dit is Bodien Westerveld. Bodien is forensisch psycholoog. Over één iemand hoef je geen zorgen meer te maken. Suzanne Kramer. Ze heeft levenslang, zonder vervroegde vrijlating. Wanneer is dit bekendgemaakt? Nee, man. Nee, niet mijn peuken. Hou je mond, klims op. Hé, hey, ze pakt gewoon mijn peuken af, hè? Het is aan de hand van Willem. Bemoei je niet mee. Je hebt nog een half uur om te roken wat je roken kan en daarna leef je alles in. En dat geldt ook voor jullie trouwens. Ik moet zo werken. Nou, dan heb je dus nog 5 minuten. Bedankt deze dame maar. Hé, hey, mevrouw Smuller, waar bleef je nou? De directeur zal zo langzamerhand wel sterven van de honger, hè? Zal ik deze daar nu? Nee. Zegt de directeur, eet smakelijk. Waar denk jij dat je naartoe gaat? Er komt zo een truck met eten aan. Nou, die moet dan wachten. Alles is op slot. Kom op, mevrouw Muller. Kappen. Ik heb hier geen zin in. Luister, dat ding staat in de sluis. Al het vlees gaat op deze manier bederven. Jammer. De boel is op slot. Niemand gaat ook maar ergens naartoe. Hé. Hey. Het levert geld op, hè? Ja, nog steeds jammer. Dan hadden je vriendinnetjes maar geen fikkie moeten stoken op de luchtplaats. De keuken is afgesloten, maar een aantal gedetineerden van het H-blok is er niet terecht. Muller, stuur een aantal bewaarders naar de gang bij de intake. Een andere groep gaat via de trap. Niemand ontsnapt. Goed, mevrouw. Alles in orde hier? Mevrouw Muller, het ziet hier er lekker uit. Nieuwe lippenstift. Doorwerken. Ja. Je dochter heeft een bezoek aangevraagd. Wie? Sophie? Als je daar tekent, dan geef je toestemming en dan kan ik alles in orde maken. Althan, of jij meteen wil melden bij Brinkhorst. Oké. Ah! Nou, je hebt het ontbijtje op bed net gemist. Ik heb goed nieuws. Laat me raden. Je hebt geen onderbroek aan. Je mag de ISO uit. De directeur heeft het toegestaan. Nou, ik zit hier prima. Zo wil je eruit, dus... Waarom? Omdat ik heb uitgelegd dat je beter af bent met begeleiding van mij dan met eenzame opsluiting. Ja, dat had je gisteren ook al uitgelegd. Waarom is het er nu opeens wel mee eens? Hendricks, kom op. Ik heb niet de hele dag de tijd. Ik weet al waarom. Zij wil mij hier weg hebben, zodat ze zonder pottenkijkers bij Lot kan komen. Als je het over Lot wil hebben, dan kan dat straks. Ze was hier, vannacht, bij Lot. Ik heb haar horen huilen. Freddy, kom op. Ik blijf hier. Freddy, move, dan sleep ik je eruit. Prima. Oké. Oh, als je porno zit te kijken, dan heb ik een tip voor je. Niet op je werkcomputer. Ik keek het laatste nieuws door. Ik hoorde dat Beer misschien terugkomt. Dat hebben ze hem gevraagd, ja, maar hij heeft geweigerd. Ja, het verbaast me eerlijk gezegd dat Brinkhorst dat überhaupt overwogen heeft. Waarom? Ik dacht dat ze blij was dat ze van hem af was. Beer en Brinkhorst waren het misschien niet altijd met elkaar eens. Maar zijn welzijn gaat voor haar boven alles. Wat? Geloof je het niet? Uitgerekend, jij denkt dat het welzijn van het personeel Brinkhorst boven alles gaat? Wat wil je daarmee zeggen? Tijdens die rellen, toen die vrouwen jou gegijzeld hielden... toen weigerde Brinkhorst de ISO open te doen. Het is onzin, die deur is opengegaan. Ja, omdat Stolk ingreep. Hij heeft er overruled. Zelfs toen die vrouwen die spuit tegen jouw nek douwden... wilde Brinkhorst niet wijken. Met gedetineerden wordt niet onderhandeld. Dat weet iedereen. Oké. Ik moet naar de wc. Ik ga hem al steken. Het is nu toch rustig? Ik was niet gewoon even naar de wc. Ik
Leun maar op mij, misschien ben je een beetje duizelig. Dank je. Suus? Hij is hier. Ik moet weg. Nee. Ik moet weg. Wie is hier? De man in de spiegel! Hij is hier binnen! Zuster, we hebben sedatie nodig. Zus, er is niemand in de spiegel. Laat me los! Of ik zie, ik schot dat hele bed in elkaar! Okay. Kijk in de spiegel. Nee. Er is niemand. Zus, rustig nou. Het is voor je eigen bestwil. Laat hem weggaan met dat fucking ding, hè? Ik zweer het, ik kan je... Probeer in de spiegel te kijken. Kijk, zie je iemand? Zie je iemand? Nee. Het is oké. Het is je eigen fantasie die je voor de gek houdt. Het duurt een paar uur. Ik ga wel even erbij zitten. Oh, dat is niet nodig hoor. De zuster is vlakbij. Ik ga straks nog even liggen voordat we weer aan het werk gaan. Ik kan alleen maar lekker chocoladechip-ijs. Ik ben helemaal gek van. Je kunt er in de wal. Mevrouw Muller, kunt u misschien chocolate chips ijs regelen voor Dorien? Ja, tuurlijk joh. Ik wippel even langs de supermarkt, hè? Hallo. Kom je die kleine weer opzoeken? Ja. Heb je hem gezien? Ja, hij is prachtig. Het gaat wel even duren voor we dat gecheckt hebben. We zijn een beetje onder de mand vanmiddag, sorry. Ik doe dat wel even. Laat me gaan! Doorlopen, Breveld. Hé, ja. Ga je niet lachen? Nee. Omdraaien. Hij is prachtig. Ja. Dat heb je goed gedaan. Heb je er al onderzocht? Ja, er zat verder niks bij zich. Doorzoek haar cel. Er moet meer zijn dan dit en ik wil dat het gevonden wordt. Ja, mevrouw. Nu! Ja, mevrouw. Daaruit! Oké. Okay. Schiet er even op, ja. Ik moet mijn hoorzitting nog voorbereiden. Van Miller? Nee. Meneer Berends. Ik kwam aanlopen en de deur van deze gedetineerde was dicht. Ik deed hem open en ik kreeg de indruk dat ze iets in de broek stopte. Ik weet niet wat het is, maar volgens mij is het ergens ingestopt. Laten we hopen dat u gelijk heeft. Breng haar naar de isoleer. We hebben toestemming nodig voor een inwendig onderzoek. Die hoef je niet te geven, maar als je weigert, neem ik aan dat je iets verbergt. Duidelijk? No fucking way. Dat betekent nee, vermoed ik. Wat denk je zelf? Dan blijf jij hier totdat je toestemt. Welkom terug. Dekker mag meteen door naar psychiatrie. Ik dacht dat jij nachtdienst had. Ik val in. Tekort aan personeel begint op te breken. Ja, vertel mij wat. Overwerkt en onderbetaald. Auw, dik op mijn poot! Ondergewaardeerd, ook nog eens. Maar dat kon niemand anders. Ik vind het niet erg. Broek ook graag. Zeg, ik heb wel een pin en 16 schroeven in mijn poot, ja. Kun je ons even alleen laten? Mevrouw Brinkhorst, ik wil weten wie de afgelopen nachten op de directieafdeling is geweest. Dat kan. Van hoe laat tot hoe laat? 9 uur 's avonds tot 7 uur vanmorgen. Ik wil weten wie er op mijn kamer was. Doe nou maar gewoon. Eén persoon. Kun je achterhalen wiens pas dat was? Natuurlijk.
Jezus van Leeuwen, ik schrik me rot. Sorry, sorry mevrouw Muller. Suus zegt dankjewel. Kom die suffe verplichte computercursus toch nog van pas? Beetje knippen, beetje plakken. En voilà. Mag hopen dat hij niet in de eerste de beste gokautomaat verdwijnt. Het is blackjack tegenwoordig. Ik kom zo bij. Lina, wat doe jij hier alleen? Er moeten altijd minstens twee bewaarders hier staan. Ja, we komen twee man tekort vanmiddag. Meneer Chetin, ik had u niet meer terugverwacht. Alles in orde? Het komt wel goed, mevrouw. Vera, waarom komen wij twee man tekort? We komen niet twee man tekort, want Altan is er weer. Goed, Vera, waarom komen wij één man tekort? Berends moest eerder weg. En waarom, als ik vragen mag? Geen idee, heeft hij niet gezegd. Mooi. Dan stel ik voor dat jij hier zijn plaats inneemt. Kaart. Kaart. Oeh, 21. Wacht. Telling over 5 minuten, dames. Van Leeuwen, terug naar je eigen unit. Ah, mag ze niet één nachtje blijven logeren? Kom op, van haar moeder mag het. Ja, heel grappig, Kramer. Katelijne Bergsma komt morgen voor jou op bezoek. Oké. Okay. Van Leeuwen? Duim maar. Ik begrijp dat Suzanne Kramer vandaag bezoek krijgt van Katelijne Bergsma. Ik wil dat dat een besloten bezoek is. Gesprekskamer 1. Mevrouw Brinkhorst? Gaat het? Aan het werk! Ik ga meteen even vragen. Mevrouw Muller? Waar is mijn baby? Heeft een van de bewaarders de baby mee naar de H2 genomen? Niet dat ik weet. Moest dat dan? Waar is hij dan? Doreen, ga jij maar weer in bed liggen? Wij vinden hem wel. Sorry dat ik stoor, maar het gaat om de baby van Breedveld. Hij is verdwenen. Wat? Jana, wanneer heb je hem voor het laatst gezien? Dit is Doreen. Hou je mond. Vertel hoe lang geleden. Net voor ik in slaap viel. Ik wil algehele inslaping. Dit is Sierra 3 voor alle afdelingen. Algehele. We laten hem niet nog een keer je baby van je afnemen. Kom op, dames. Een beetje tempo graag. Het is aan de hand. Heb jij de Waal gezien? Nee. Hoezo? Die is weg. En Doreen's baby ook. Doorlopen! Hé, maar waar is die brand dan? Geen idee. Wat is er aan de hand? Waar is Joshua? Ik wil dat de insluiting per direct opgeheven wordt. Ik herhaal, insluiting per direct omgedaan. Hebben ze Joshua gevonden? Nee. Kom op, allemaal naar de motor. Ja, en Tess dan? Clemens, op jij ook. Kom op, opschieten. Ik ga door naar het G-lok. Doe jij C&D? Is er wel enig teken van Brinkhorst? Nee. Nou, opschieten dan. Dit is levensgevaarlijk. De brandweer is onderweg. Is die baby al gevonden? Nee. De enige afdeling waar we nu niet op kunnen is de keukenunit. Er is te veel rookontwikkeling. Dan is de brand daar begonnen. Vera, dat moeten we aan de brandweer overlaten. Kom.